Koken boven open vuur had voor de 80-jarige Wallaranga veel nadelen. De rook moest uit haar huis kunnen en daarom was er geen dak boven de kookplaats. Hierdoor was het in het regenseizoen onmogelijk om te koken. Ook werd het zonder dak soms erg koud binnen. De rook zorgde er ook voor dat Wallaranga last kreeg van haar longen. Geld voor een behandeling had ze niet. 2 jaar geleden had Wallaranga erg veel moeite met het vinden van hout. Gelukkig kwam ze net op dat moment in contact met het programma Clean Cooking. Wallaranga is erg blij met de komst van de stoof in haar keuken. Ze kan nu altijd in haar huis koken, ook als het regenseizoen er is. Ook heeft ze het nooit meer koud door de warmte die de stoof afgeeft. Wallaranga is zo enthousiast geworden over de stoof, dat ze al haar dorpsgenoten aanmoedigt om ook op deze gezonde en milieubewuste manier te gaan koken. Doe ook mee! Klik naar onze website en doneer, zodat we meer mensen kunnen helpen bij een beter en gezonder leven.